Ja, oké, welkom terug allemaal in deze video. Ik ben hier met mijn Energica. In deze video de 5 redenen waarom ik een Energica gekocht heb en geen Zero. Ja, ik ga mijn telefoon nemen, want ik heb het opgeschreven. Reden nummer 1. De grotere batterij van 21,5 kWh. In vergelijking met Zero, de grootste accu daar is 14,4 kWh. En je kunt nog wel een kleine extra module erbij steken om op wat is het dan, 18 kWh uit te komen zeker of zo. Maar in elk geval de grootste accu bij Energica. Reden nummer 2 is het machtige geluid. Ja, ik ging de ketting laten zien, maar eigenlijk komt dat machtig geluid niet eens van de ketting. Dus blijkbaar is het geluid afkomstig van een reductie. Ja, daar zit een cover over in, maar daar zit een tandwiel en daar zit de motor. En er is een reductie van die motor naar dat tandwiel. En het is blijkbaar door die reductie, het is eigenlijk die reductie die dat geluid maakt, daar komt het op neer. Dan reden nummer 3 zitten we al ondertussen. Ik ga moeten spieken, want ik heb het allemaal goed voorbereid gelukkig, want kan het... het is ergonomischer dan de... Dus bij de Zero, een klacht die ik had bij de SRF, maar ze hebben ondertussen natuurlijk de SRS ook, hè, maar bij de SRF was een klacht van mij dat de voeten te agressief waren, de zitpositie van de voeten. En op zich, het stuur had ik minder last van, maar ja, als je natuurlijk een comfortabel stuur wilt, dan kun je gewoon standaard stuur laten staan op de Energica S69 en dan heb je ook een comfortabeler stuur. Dus de zitpositie is veel ergonomischer, is veel comfortabeler. Dat was reden nummer 3. Reden nummer 4, ja natuurlijk, niet te vergeten, de snellaadoptie, het CCS laden, CCS, ja dat is geen dat ik zei, het CCS, oké. Dus het CCS laden, dat is echt wel, dat is een verademing. En zeker naar de toekomst toe ook, 2 jaar terug, dan hadden we nog niet zo heel veel van die snelladers en de meeste van die laders waren rond de snelweg te vinden. Dus dat leek mij minder ideaal, maar ondertussen... Bij de meeste Lidl's is er al zo'n snellader bijvoorbeeld en je ziet ook meer en meer van die snelladers opduiken op andere plekken dan langs de snelweg. Dus ja, dat is iets waar dat... sowieso, als je kijkt, die auto's die met batterijen zitten van 100 kWh enzovoort, met zo'n 11 kWh paaltje, of met zo'n 11 kWh paaltje beter, ja, dan zitten 6-8 uur, dan zitten meer dan 8 uur te laden met zo'n 100 kWh accu. Dus dat is geen optie om onderweg op te laden. Dus er gaan meer en meer van die snelladers komen sowieso. En dan reden nummer 5 waarvoor dat ik de Energica gekozen heb is... ja, ik had al een Zero, hè. Dus dat zijn mijn 5 redenen om voor Energica te gaan.